Goedemorgen, machinist. Vanochtend mag je met de Intercity direct van Amsterdam Centraal naar Rotterdam Centraal open de deuren en laat het passagiers in. Stap vertrek is om 9:49. Veel succes. Let's reload the page. Martijn, bedankt dat je er was. Nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer. En slaap lekker. Scumbag. Oeps. En niet dat het vaak gebeurt in Zeeland. In Zeeland in de trein. Nou ja, op zich, ze controleren eigenlijk op elke route. Dus, let's go. Geweldig. Wat heb ik nou weer gedaan? Nee. Duurde gewoon even. Wat heb ik gedaan? Oh, het duurde even voordat de rem leeg was. Scumbag readers. BM hype. Ik denk het niet, inderdaad. Nou, volgens mij een uur. Volgens mij moet je een uur vertraging hebben of zo. Voordat je überhaupt wat terugkrijgt. Het klopt dat er geen PCB op de straks zit, dat klopt inderdaad. Deze tracks van Christy heeft alleen maar ATB en ETCS. Geen PCB, LCB, dat heeft hij een keer uitgelegd. Heeft iets te maken met het maximale wat het script aan kan en de controls op dit display. Het is gelimiteerd tot 255 of zo. En daar zit hij eigenlijk aan. Dan zou je een aparte versie moeten maken voor met PCB. Hoeveel FPS ik nu heb, dat zie je linksboven in beeld, als je dat kunt lezen. Ik heb op dit moment 35 frames. Soms een klein beetje lag. Maar ik draai met 100% kwaliteit, dus zeg maar alle sliders op max, MSAA of 4, dacht ik, en FXAA erbij, en anisotrofic volgens mij 4 of 8 of zo, dus vrij hoog.
40 frames nu. Doe de man. Helaas geen verkanting, maar ik denk ook niet dat het hier ligt officieel. Maar... nog eens een randje CS op mijn 4K TV doen, dan kijken hoe dat gaat. Deze verkade springt is testen naar 1080. Oké. Okay. Meestal detecteert Windows in combinatie met je GeForce Overdrive detecteert je kaart. En als die inderdaad niet helemaal klopt, of je in ieder geval geen goede data terugkrijgt, dan wordt hij op een andere resolutie ofzo. SLT. Loop ik voor of achter op schema dan? Volgens mij loop ik iets achter op dan bij de test. Kan. Voor 69 valt er best wel mee volgens mij. Maar misschien inderdaad dat hij in de war komt met de 1080p. Ja, bij Keolis is het service en veiligheid. NS heeft ook wel eens een keer service en veiligheid op de trein die controleert in combinatie met de conducteur. Maar in principe heeft Keolis geen conducteurs. Het zijn allemaal driver-only operated trains. Alleen zij controleren hem. En er zijn er heel veel. Maar 30 richting Amsterdam Lelylaan en dan moeten we weer wat afremmen. Maar van SSD terug naar HDD is om te janken. Oh zeker, als je eenmaal SSD gewend bent, dan wil je gewoon niet terug naar HDD. Ik heb met mijn laptop ook gehad. Daar heb ik de SSD uitgehaald voor bij een stream PC. En nou, laat me zo zeggen, ik vond het niet fijn om 2 weken op die HDD te zitten totdat ik een nieuwe SSD had gekocht. Dat was niet fijn. Thank you.
Ik ben benieuwd of die... Ja, helaas. Bij de test kwam namelijk serieus hier de sprinter op dit moment langs bij mij. Dus ik loop inderdaad heel ietsjes achter op schema. Anders zag ik hem hier door beeld heen. Perfect getimed gewoon. Waarmee redden we? Redden met de tracks op dit moment. Met de NS tracks. Tegenwoordig weer van Akim. Of in ieder geval niet allemaal, dacht ik nog. In ieder geval, het gaat allemaal weer over, gaat over naar Akim en NS huurt het weer vervolgens. Ruilconstructie allemaal. Nee. En als je het... Gek idee. Goedenavond en welkom. Tot 49. Oké, ze zijn dus allemaal inderdaad al verkocht. Oké, ja, ik wist niet of het allemaal in één keer was of in groepen of zo. Maar ze zijn hier weer teruggeleased en zodra hun hiermee klaar zijn, dan gaan de loks er weer uit en zo. En ja, dan gaan ze ergens anders heen. Wat een verkeersopstopping hier. Dutch. Hij had een connection. De andere 18 waren al eens. En dan duiken wij de tunnel in. Op naar Schiphol. ATP spreekt niet over naar 40 op dit stuk. En zou officieel naar 40 moeten overspringen omdat ik het sein had met 40. Maar helaas. Hij springt over naar 80. Deze springt zo meteen wel over naar 40. Preview ook voor een stuk Rotterdam-Breda? Ik heb geen preview van Rotterdam-Breda, gek idee helaas. Dit is gewoon de route die op treinpunt verkrijgbaar is. En niet te stoppen gelukkig. Is de ATP dronken ofzo? Ja, ik weet niet. Ik denk, het ligt meer aan de route, denk ik. Want op zich, het was niet een aankondiging. Het was geen knipper. Het was gewoon een solid en bij een solid dan zou die, dacht ik tenminste, over moeten springen naar ATP code 40.
Scumbag mensen gaan uit beeld. Ze stap in mijn lock in. Erik, goedenavond en welkom. Excuses dat ik nog niet hallo had gezegd. Ik wou het zeggen, maar ik was het helemaal vergeten. Ja, helaas geen trendscoring vanavond. De laatste paar weken al geen trendscoring meer. Feestje in de lok. Is no party like a zombie party in de locomotief. Ik weet al zeker, Rob die zit hier op een fiets te fietsen, weet je wel, voor de stroom. En vervolgens ondertussen Minecraft te spelen. Maar dat doet hij zo van, weet je wat, ik pak jou uit de game, ik zet jou neer en jij mag voor energie leven. Geweldig. Stefan, goedenavond en welkom. Het doet er wel lang over. Let's go. En het Brinks. Wacht totdat we het zijn voorbij zijn. Morgen weer school en morgen weer 190 euro is armer. Hoezo, Stefan? Heb je wat gekocht of zo? Of is je maandelijkse betaling van de school geld eraf? Maar waarom 990? Bij mij is gewoon 200. Wat trouwens de dubbelroute bouwen gedaan? Stamsloten denk ik. Ja, ik weet niet of dat er is. Ik weet wel dat Joppie bezig is met bouwen van zijn Noordwest. Weer en tegelijkertijd met deze route. Uitbreiding naar Breda. Dus ik heb geen idee. Jeroen, bedankt dat je er was. Nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer. Veel plezier met kijken van de film. Daar heb ik helemaal niks gezegd. ik was even Edka helemaal vergeten. Begin april richting Berlijn. Oh, nice. Inderdaad, succes met je nieuwe baan, inderdaad. Jezus. Op richting Hoofddorp en dan daarna vervolgens de Hazel op.
trein, bus of vliegtuig? Oh, Stefan, als je gewoon... Je bent een Stefan trein fan, Stefan, dus waarom ga je niet met de trein? Of is het zo'n schooluitje of zo? Dat kan ook. En dan betaalt school grotendeels. Nou, met de flexbus misschien. Flexbus. Zometeen naar ETCS gaan we overschakelen. Ondertussen maken we nog even een mooi screentje. Ah, ETCS. Zometeen even de tractie uitschakelen, hoofdschakelen uit, stroom afnemen naar beneden en wisselen van stroom. Dan schakelen uit, stroom afnemen naar beneden. Ondertussen schakelen wij over op 25, als dat ding niet zo doet. Kilovolt. En nog even wachten totdat wij onze stroomafnemer omhoog kunnen doen. 60 heeft hij al aan. 8. Dat is die van ons. Let's go. Ik heb de excursie niet bedacht. Eigenlijk wil ik nog een keertje, voordat ik mijn afstuderen ga doen, in ieder geval nog een keertje met de Intercity direct, zeg maar. Moet ik eigenlijk volgende week ergens hier doen of zo. Want ik dacht te vernemen dat je met de studenten-OV hier wel op kon, dit stuk. Dus. Der alte Deutsche. Deutsche. Hello, Frontier. Good evening and welcome. I can do a little bit German, but not much. I can read it, but a little bit rusty on the words. Okay, now in. Hello, Van Bommel. Good evening and welcome. Sorry, I just knocked my microphone. Als kostentoeslag 1,40 is ook nog te doen. Ja, volgens mij de Thalys is niet gratis. Intercity direct als het goed is wel. Moet wel mijn pasje ervoor houden. We're currently driving the Chris Train's tracks. That one. Dit one. Onder eentje HSL, de High Speed Line. High Speed Line South. Where we're going? We're going from Amsterdam to Rotterdam. In a small part of the High Speed Line. Vierdaagse excursie Berlijn. Oh, één ding wat je sowieso moet doen, Stefan. Gewoon naar Checkpoint Charlie gaan en dan kun je misschien ook wel van die kleding kopen van vroeger. Van die namaak Sovjet of Duitse kleding, Amerikaanse kleding. bedankt voor Stefan, gaan we slapen. Grijp, bedankt dat je er was. Nog een heel fijn weekend en dan lekker slapen in ieder geval nog. En dan tot volgende week. I can say hello.
German and Dutch. It's the same. Kerber slaat af met 239 uurtjes. It looks hype, yes. Molenaar, ook jij bedankt dat je er was. Nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer. Ik weet dat ergens de tractie uitschakelen is nog. Volgens mij nog niet hier. Gelijk dat ik normaal met de trein ga die 140 gaat en Intercity direct 160 is, de snelheid niet veel anders. Maar het is wel een tik on the box van, hey, we hebben de HSL gehad. Maar ja, dan zou ik eerst denk ik naar Rotterdam moeten reizen en dan vervolgens de Intercity naar Amsterdam en misschien combineren met een naar Den Haag. Thalys Duplex. The Vic, a little bit fictitious repaint. Ik let er bijna uit je stoel dat vakantie 300 is. There is a better version in the making. En Rutger komt even binnen met resubscripties voor 2 maandjes op een rij. En bedankt voor alle support, Rutger. Weer een maandje plezier. Het is je gegund, Jansen. Dankjewel. Daar doe ik het voor. Om jullie te entertainen. Oké, heel toepasselijk. Jouw Trax-Sippy-coinje heb je nog. Volgende maand ga je weer naar de maand 57, naar de oude Benelux. Dan met 6 maandjes naar een protosje. En dan na een jaartje zit je met een flut. En de Keolus-flut, wel te verstaan. Pretty long tunnel. Kilometers left on this route. The route runs from Amsterdam Central Station. You have the international cleaning and the other Dutch ones. And Dr. Frenchko, thank you for the follow and welcome to the stream. And Schiphol Airport is right here. And splitting off on the high-speed line all the way to Rotterdam. There's an extension in the making that goes to Breda, maybe to Belgium. Met 194 uurtjes. Very nice.
als het goed is, hopelijk zijn we bijna de tunnel uit. Ik zag een paar keer speck of light. That it was placed with the loading asset block from the tunnel. Leo 422 en een half uurtje. A speck of light. And out. Back into the fresh air. Weer telefoonsignaal. Ik hoop alleen dat ik een klein beetje, want ik heb niet zo heel veel geoefend nog met deze trein in rijden combinatie met ETCS. Dus ik hoop eigenlijk binnenkort wel een keer. Ik hoop niet dat ik straks een snelremming krijg omdat ik te langzaam afrem of wat dan ook. Ik moet in ieder geval geen gele wijzertjes zien. Ik moet witte wijzertjes zien, dan is het. En als het oranje is, dan is het very bad. Red is even better. It's just the feeling. Helpt je alleen met remmen. Ah, geen snel. Oh, wacht even dan. Als je te snel gaat, dan. Oh, oké. Okay. Een beetje zoals de APT eigenlijk van in de HST. Die doet ook afremmen tot een bepaalde snelheid als je te snel gaat en dan lost die remmen weer. En dan kijk de ATW erin. Kicking in the face. Kicking while he's breaking. En langzaam het gevoel dat hier dat punt is ergens. Ik weet dat er eentje is op de route. Ja, dat zeker. Wat eigenlijk Chris zou moeten doen is wat Armstrong heeft gedaan voor de Class 68. De emergency, er zit hier ergens in de emergency button, deze, die plunger. Ik zei het toch, ergens zit dat ding, hier zit dat ding. Tractie uit, hoofdschakelaar uit. Dat je eigenlijk gewoon alleen maar op die knop moet drukken om in de emergency te gaan en dan deze niet. Dus dat je dan niet per ongeluk in terechtkomt in die snelremming. Ja, ik zal het wel eens een keer mailen naar hem. Ik zal het morgen wel even mailen. Dat misschien bij een update mogelijk is. Want in real life zit hier ergens zo'n iets dat je weerstand hebt. En in de game heb je geen weerstand. Ja, en als je naar de klikjes, dat doe ik meestal ook. Maar dan vergeet je zo van, shit, in welke stand zit ik ook alweer? Je hoort in ieder geval de constant, zeg maar de constant, deze, die heeft een iets andere klik. Dat in ieder geval gelukkig wel. Mark, welkom terug. Ja, we zijn nog een heel klein stukje bezig. We zijn nog iets minder dan 12 kilometer. Het is ook iets langer dan gepland. Het tweede scenario was een beetje lang, zeg maar.
eigenlijk. Audio was gone for me. Ja, het klopt, ik luister op die PC. Mijn audio, wat ik hoor, zeg maar, mijn game PC is verbonden met mijn stream PC en ik luister op mijn stream PC. Dus ik luister eigenlijk via OBS, dus ik luister wat jullie horen, hoor ik ook. Alleen dan, ik hoor mijzelf niet. Dan wordt er later bij je gemixt. Mijn SRT ook, zonder voorremming, trek je snelremming aan of dan ook. Ik had geen snelremming. Ik deed netjes. Ik heb de tractie zo net ook uitgeschakeld. De hoofdschakelaar eruit gegooid. Weet je hoe dat is voor de spanningssluis? En dat gaan we hier zo meteen waarschijnlijk weer doen. Nog niet. Nee, dat zeker. Waarschijnlijk zo meteen wel, Mark. Let's get your feels ready. Warming up the field. Hoor je dit? Hoor je die klank? Nu sta ik in constant, dus ik hoef nu maar één klakje te doen. En dan gaat het daarheen en ik moet remmen. Maar zometeen wel. Het is nog 2 kilometer of zo. Stroomafnemers naar beneden vanaf deze plek. Dan hebben we zometeen weer 1,5 kilovolt. Dit was er veel. Maar goed, we staan niet in de spanningssluis, mensen. Scumbag game. Ik kan niet remmen met die rem als de hoofdschakelaar uit is. Blijf stilstaan, stop ding. Het zou wel helpen als ik de tractie, of als ik de hem naar voren doe. En we halen naar achteren. En Prins, bedankt dat hij was. Nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer. En dit vind ik ook zo heel vreemd. Ik serieus, ik druk ietsjes te vaak in. Boom. Bekend fenomeen. Nee, maar ik vind het heel raar. Ik heb de tractie uitgeschakeld, weet je wel, de hoofdschakelaar uit. En ik kan niks met deze rem. Niks.
Dat is gewoon pure scumbaggery eigenlijk. Goed, we rijden weer. Dames en heren, door een defecte trein op de HSL is er geen treinverkeer mogelijk tussen Rotterdam en Amsterdam. In Rotterdam en Schiphol. Dat het de ED-rem is. Ja, de elektronische rem, ja. Nee, dit is de ED-rem, toch? Hier. EB of ED, maak maar uit. Wacht, ik kan hier niet in. Ben ik hashtag blame RJ. Eén is ED, de andere EP. Oké, nou, dan had ik het gewoon even door elkaar. Dan zei ik, ik rijd niet vaak met dit ding. Dames en heren, wij naderen. Wij naderen Rotterdam Centraal. En we zijn hier 1 minuut te vroeg. Ondanks een snelremming van onze machinist. Ja, met de lokrem. Dan zou ik inderdaad de lokrem moeten gebruiken. Dan zal het op zich nog wel kunnen. Maar ik vind het raar dat je inderdaad niet pneumatisch kunt remmen. Of in ieder geval. Maar we zullen zeggen, ik ben geen machinist op deze trein, anders dan zou ik serieus dit gewoon, volgens mij gewoon beter hebben gedaan. Ik doe ook niet dat ik. Ik zou ook heel graag een machinist willen zijn, ik ben dat op dit moment niet. Dus, dan gaan we mensen ergeren. Gewoon 10 km per uur rijden. We staan stil. Sorry, microfoon. Pure scumbaggery. Keurig op tijd in Rotterdam, goed gedaan. Proberen. Proberen. Wat? Maar goed. Snij of het ooit gemaakt ook oplopen.